sta ik omdat we eigenlijk geen CO hebben op het moment. En ja, ze alleen maar verslechteringen willen doorvoeren. Wij willen gewoon een tweejarige CAO voor 2 keer 5% en wij gaan niet voor een verslechtering. Kijk, is een bedrijf niet gezond, oké, dat je dan niet meegroeit, maar hier gaat het hartstikke goed. En daar hoort het personeel daar toch ook mee van te profiteren. Wij staan gewoon echt met elkaar hier united en we zeggen van wij accepteren het niet langer. Wij gaan niet onder een prijsinflatieniveau werken. Ze willen de toeslagen willen ze eraf gaan halen. Er zijn gewoon heel veel mensen, heel veel collega's zijn het gewoon helemaal zat en die zijn het gewoon helemaal beu. Die hebben zoiets van we accepteren het gewoon niet meer. Ik zou het wel eens fijn vinden als de werkgevers eens een poosje meeliepen op de werkvloer. Want de werkgevers die vinden maar dat het allemaal roze geur en maneschijn is. Maar dan denk ik, kom eens luisteren naar de mensen. Dan is er nog een andere belangrijke vraag. Jullie willen, begrijp ik, morgen nog een dag staken? Yeah. Is dat zo? Yeah. Geldt dat voor iedereen? Yeah. Handen omhoog graag, want ik wil zien wie morgen staken. Nou, dan gaan we dat doen. Ja?